Hello everybody, my name is Vincent Penning. I'm in the wonderful Burgum, where I'd like to introduce you to one of Holland's finest tattooers, Rinto. White trash, hardcore, rock and roll, fuck you! Waarom ben je begonnen met tatoeëren? Waarom ik begon? Ja, omdat het anders was. Ik bedoel, je komt in een shop waar de hele dag AC/DC gedraaid wordt, bier gedronken. En toen dacht ik van, nou, als je zo kunt leven of geld verdienen, weet je wel. Lijkt me een goed plan. En ik teken dat zolang ik me kan herinneren eigenlijk. Dus zo ben ik er een beetje ingerold. Ja, nooit gedacht dat ik zelf een shop zou moeten beginnen of zo. Maar... Weet je wel, als ik die drijfveer na 38 jaar nog steeds kan hebben, ja, dan heb je echt wel passie voor je werk. Hey, dat is super inspirerend, die man zit geen dag stil. Ja. Repetition, dat is Rinto gewoon. Kut man, hebben we weer roosjes zitten schilderen. Het gaat meer om het schilderen dan uiteindelijk het product of zo. Muziek hierop, lekker in je zone, een beetje schilderen. Hoe was het vroeger bijvoorbeeld om supplies en contacten en zo te regelen? Het was wel lastiger en je mensen waren veel meer zelfonderhoudend, veel inventiever om zelf aan dingen te komen. We haalden het pigment wit haalden we gewoon bij de apotheker op de hoek. En die leverde ons gewoon een kilo wit. En dat vond hij gaaf om te zeggen van, haal even een kilo wit. Weet je wel, vooral als mensen in de winkel waren. En die werden dan zelf gemengd natuurlijk. Je kun je gewoon bestellen wat je wilt. En er is natuurlijk de over aan. En ook heel veel dingen die je gewoon helemaal niet nodig hebt. Weet je wel, maar dat is de markt. De markt is natuurlijk zo open en de informatiebronnen zijn anders. En kun je heel goed... heel snel goed worden als je leergierig bent zonder iemand te kennen in de wereld. Want alles staat natuurlijk op dat grote internet. En het wordt zo'n commodity dat het niks bijzonders meer is. En ja, je hebt ook al tijd gedacht dat die magie man, die is helemaal weg. En die is er nog wel, maar die moet je wel zelf opzoeken. Je moet het wel zelf creëren. Ook niet afsluiten voor nieuwe dingen. Je moet het ook, anders word je verslagen op een spelletje wat je al 30 jaar speelt door iemand die net komt kijken. Waar kijk jij naar voor referentie? Heb je favoriet? Heel veel. Ja, hangt een beetje van de stijl af. Ik bedoel, ik ben een groot liefhebber van Loon. Ik ben kind van Ed Hardy, weet je wel. Ed Hardy vind ik de shit. Maar ook nieuwe gasten, die Ryan... uit Australië, als ik dat zie, denk ik, holy shit man, weet je wel, het is allemaal bruut, het is explosief. Ryan Usher. Ja, maar ik ben fan van Andreas, Henning, weet je wel, heel veel lui waar ik wel dingen uit kan putten. Maar... downstairs. Plan ik wil een boek gaan schrijven, verhalen schrijven, ben sinds kort mee begonnen. Tattoo verhalen, wil ik meer tijd aan gaan besteden. En zijn wel in het Fries, maar dat is omdat we het in het Fries beleefd hebben. Dus, moet Fries gaan leren. Ja, moet je Fries taal leren. Dus dat soort dingen, weet je wel. En verder, ja, geen grootse.